vanavond, hoe laat kom je thuis? Ik weet niet hoe laat ik thuis ben, maar ik denk dat ik op de bank moet slapen, want ik stik naar alcohol dan. Ben je er jaloers op zijn, op die stijl die Kilinci heeft? Of in je eigen stijl nee, vet? Nee, ik ben niet jaloers. Ik ben heel tevreden met mijn eigen stijl. En ik vind Kilinci's stijl ook heel mooi. Ik vind die van Tommy ook heel mooi. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze genomineerd zijn. Maar ik ben heel tevreden met mijn eigen stijl ook. Ben je ondertussen al een beetje zelf wel echt een stijlicoon nog, hoor? Misschien je eigen stijlicoon? Dat wil ik niet zeggen. Ik vind het gewoon vooral heel leuk om bezig te zijn met kleding, met fashion, met dat soort dingen. Dus stijlicoon wil ik niet zeggen, maar ik vind het wel leuk en ik denk wel dat ik mijn eigen smaak heb, zeg maar. Het is niet alleen je stijl, het is ook je kapsel natuurlijk. Is daar nog iets waarvan als je naar voetballers kijkt of vroeger naar keek, dat je dacht van dat vind ik vet, wat hij met zijn haar heeft gedaan, dat je dan met een fotootje naar de kapper toe ging? Ook niet echt. Eigenlijk meer artiesten, maar rappers. Ik luister voor Amerikaanse muziek en dan zie je iets meer dit soort kapsels. Dus ik denk dat het eerder daar vandaan komt dan vanuit voetbal, maar ik denk eerder inderdaad artiesten. Welke rappers luister je veel of artiesten? Ja, van alles Amerikaans, Young Thug, Future, maar ook gewoon Lil Baby, Ghana, dat soort artiesten. Hoe snel drink jij een biertje? Gewoon rustig, ik drink altijd rustig bier. Kun je hem ook snel? Ja, maar dat doe ik niet. Okay. Ik hou van rustig aan. Met alles? Ja. Weet je waar ik naartoe ga? Alles rustig aan. Dat is niet het advies wat je bakken joker gaf. Nee, maar die is nog jong. Dus, toen jij jong was, deed je ook rustig aan? Alles snel. Denk alles snel. Alles snel. Ja. En nu als je thuis komt, dan vanavond, hoe laat kom je thuis? Ik weet niet hoe laat ik thuis ben, maar ik denk dat ik op de bank moet slapen, want ik stik naar alcohol dan. Slaap je dan alleen op de bank? Ga je hier nog wat meenemen? Nou, even kijken, hè, hoe het is. Heb je al een beetje gekeken? Ja, tuurlijk. Het is mooi toch? Mooie avond zo. Allemaal mooie mannen. Welke speler springt het meest in het oog? Stijn Hartman is hier. Hartman, mooi dat hij terug is. Hij is weer terug bij de groep. Dus mooi man. Sleur je mee naar huis de bank op? Nee, niet mijn type. Hartman is niet mijn type. Wie zal jouw type dan? Slot. Kale kaal. Is er iemand in de selectie waarvan je denkt, nou die stijl, die zou ik niet per se één op één overnemen? Zo. Ik denk dat dat de Zuid-Amerikaanse jongens een beetje een andere stijl hebben. Dus een andere smaak dan ons. Dus dan moet ik die jongens opnoemen. En dat zijn er wel genoeg bij ons ondertussen. Je bent hier natuurlijk op een live after voetbal event. Mensen zullen haast vergeten zijn dat jij ooit voetballer was. Omdat jij zo bekend bent geworden eigenlijk weer na het voetballen allemaal. Ja, ja, ik heb ook wel op straat en zo als kinderen dan. Die kennen mij van YouTube. Die weten niet eens dat ik voetballer ben geweest. Maar ja, nu ben ik YouTuber. Ja. Ja. En dan ga je voetballers die nog wel actief zijn even advies geven over seksleven, kleding, alcohol. Ja, over het leven, hè. Ik heb ervaring in het leven, dus dat kan ik ze meegeven, ja. Hoe je het niet moet doen. Ja.